wat we dan hebben is een balletje deeg. En die gaan we uitrollen. Ik doe een beetje maïzena op beide kanten. Gewoon maïzena bindmiddel. Want als je dat niet doet, dan blijft het plakken of aan je roller of aan de bodem. Regelmatig even omdraaien. Wat we dan gaan doen, is de pannenkoeken uitsteken. Daar gebruik ik dit hartjessteker voor, want we gaan hartjespannenkoeken maken. En die kan je zo eruit drukken. Wat we dan gaan doen is de structuur of de textuur op de pannenkoeken maken. Ik gebruik daar een paar dingetjes voor. Een tandenborstel. Een prikkertje. Deze is handig, want die heeft aan de ene kant puntig en aan de andere kant bol. En een bolletje aluminiumfolie. Wat we vervolgens gaan doen is de pannenkoekjes de gebakken een look geven. Hiervoor heb je een kwastje nodig. Je kunt gewoon een bakkwastje gebruiken. Ik gebruik zelf liever een verfkwast, omdat die toch net wat fijnere haartjes hebben. Dan krijg je net een iets mooier kleurtje. Je dipt een beetje in het bakje en je tikt het eraf, want anders krijg je in één keer een hele erg dikke kleur. En je gaat verven, als het ware. Ze dus even gebakken. Hier hebben we een klein schaaltje. Zie je, ziet een beetje dat glimmende. En de andere kant haal ik even zo voorzichtig los. Nou, dan zijn we bijna bij het einde aangekomen. De koekjes en de pannenkoekjes zijn even voorgebakken, ook de platen. En wat je nu gaat doen, is je gaat gewoon in ieder geval even bedenken voor jezelf welke je de mooiste vindt. Want de mooiste moet je bovenop zetten. Deze bijvoorbeeld is wat, nou ja, wat saaier. Die kan je dan bijvoorbeeld in het midden van de stapel pannenkoeken doen. Dan heb je heel erg schone handen nodig. Want we gaan de slagroom maken en dat is met witte klei. Nou, en op die witte klei zie je echt alles. Dus wassen, poetsen met zo'n billendoekje. Zorg dat het goed schoon is. Wat we dan gaan doen, is een heel klein beetje water erbij doen.
je dipt een beetje in je vinger. Kijk, zie je al dat het een beetje een andere structuur begint te krijgen? En wat belangrijk is als je dit aan het doen bent, je moet gewoon meteen doorgaan met kneden. Want dat, doordat het met water gedaan wordt, droogt het op een gegeven moment ook best wel snel weer op. Nou, dan gaan we dus gelijk door. Wat ik in ieder geval wil doen, is in het bakje een beetje slagroom. En dan gaan we een stapeltje pannenkoeken maken.